weer mee, maar tegen de wand aan hebben daar. Dat wel lekker even op zijn remming gezet, die pauk, of niet? Nu nog 3 vioolkisten. Die zilveren, weet je wel, die leggen op die derde cello. Ze zijn al jaren onafscheidelijk, de vaste verhuizers van het orkest, Dave en John. Ik zie hem inderdaad vaker als mijn vrouw, hij mag ook als zijn vrouw. Als het concert 's avonds laat is afgelopen, begint het werk voor deze mannen pas. Samen met de orkestbodes zorgen ze dat de instrumenten naar de volgende concertlocatie worden gebracht. Je hebt maar één manier om het in de auto te krijgen, dus je moest precies zorgen dat de kist op de goede volgorde de auto ingaan. Hij moet eerst de grote trom geven en die cellokist. Deze tournee moest meerdere keren de grens tussen Italië en Zwitserland worden gepasseerd. En dat is best lastig omdat Zwitserland niet bij de Europese Unie hoort. Je moet wel zorgen dat je alle documentatie, bij de grens, alle papieren moet regelen en zo. Ja, dat is af en toe wel spannend. Ja, de ene keer dan is dit 20 minuten gebeurd. En net als eergisteren hebben we de 7 uur aan de grens gestaan. Dan willen ze bepaalde instrumenten die op de documentatielijst staan, die willen ze zien. Dan moeten wij hem uit de kist toveren en laten zien. En als hun hem dan weggestreept hebben en ze vinden het goed, dan mogen wij het met z'n tweeën weer inladen. Want de douane die geven wel de opdracht, maar helpen doen ze niet. Dat is hem. Dave werkt al sinds zijn 16e als verhuizer. John zit 43 jaar bij de zaak, waarvan hij al 15 jaar voor het orkest rijdt. Ik moet nog 5 jaar, dus ik hoop het. Ik hoop het niet, hè. En na al die jaren rond de concertzalen zullen ze inmiddels wel een beetje van klassieke muziek houden, toch? Want er zijn wel sommige stukjes bij wat live wel echt wel iets hebt dat je denkt van nou, zo slecht is het ook weer niet. Maar ik zou thuis nooit een cd'tje opzetten. Zeg dat nou niet. Na een reis van zo'n 6 uur staan alle instrumenten weer keurig klaar in de concertzaal van Luzern in Zwitserland. Hier wordt de zomertournee afgesloten. I also want to really thank you for the tour. You know, the season didn't start officially yet, and this is already quite a highlight for me, I have to say, especially the Bruckner, but everything else as well. And so happy to see your enthusiasm and the way you start the season already full of you know, really ready to go. This, thank you so much. I'm really happy. Het Luzern Festival is een prestigieus festival. Hier komen alleen de allerbeste symfonieorkesten. Zo dirigeerde hier vrijdag de beroemde Haitink zijn allerlaatste concert. Een dag later is het de beurt aan onze maestro Lahav Shani. Enjoy.